Daar staat hij dan. De scheidend voorzitter van Telstar. 200 ruim kilometer gefietst om zijn Telstar voor de laatste keer een uitwedstrijd te zien. Tenzij Telstar de play-offs haalt. Begint goed. Met overtoon. Goede redding van doelman Matthijs. Die er velen zou moeten plegen deze wedstrijd. Dat was een goede aanval van Telstar dat voortvarend aan de wedstrijd begon. Voor Telstar telt maar één ding. Winnen en dan kijken wat er bij de andere wedstrijd gebeurt. Zo is de situatie. Maar na 12 minuten slaat MVV toe. Dat is een heel mooi doelpunt. Steukers werkt binnen op wie anders dan Kostons het is zijn. 18e assist. 18 assists, dat is ongelooflijk. Koen Kostons. En dan is hij ook nog een aanvaller die zelf ook nog regelmatig doelpunten maakt. En om het nog maar eens even te bevestigen hoe goed hij is. Kostons heeft er oog voor Van Bommel. Ruben Van Bommel. Maakt zijn 15e van het seizoen en binnen 20 minuten straft MVV de slordigheden van Telstar genadeloos af. En Telstar doet wel wat terug, krijgt hier een strafschop. Zou je zeggen, maar die krijgen ze niet. Dat is een onbegrijpelijke beslissing van scheidsrechter Nachtegaal die ook nog eens wijst naar de hoekschopvlag. Maar het is natuurlijk geen corner, het is gewoon een penalty die Telstar dan uiteindelijk onthouden wordt. Dat is pech, want zo kun je terugkomen in de wedstrijd. Dit is trouwens wel weer een mooie actie van Steukers. Man die teruggaat naar Sint-Truiden. Dan zullen ze bij MVV moeite hebben om hem te kunnen vervangen. Telstar blijft intussen proberen om in ieder geval terug te komen in de wedstrijd qua stand. Goede combinatie. En dit moet Gilles de Griek natuurlijk afmaken. Combinatie met David Min. Dat is een van de vele mogelijkheden die Telstar laat liggen. Steukers dan met het overzicht. Dan komt hier de botsing tussen Koeman en Kostons. Blummel ramt dan de bal de tribune in. Dan kan hij niet verder. Maar Telstar wel. Seedorf, een van de velen die in het veld is gekomen na rust. Seedorf met de goede voorzet. En die moet dan toch wel worden binnengewerkt door Juices die echt heel veel kansen laat liggen. En zo ervoor zorgt dat Telstar maar niet terugkomt in de wedstrijd. Overtoom dan met de paas op die Griek die hier behendig langs zijn tegenstander gaat. En dan is daar good old Plek met zijn 11e van het seizoen. Telstar doet dan dus wel wat terug. 10 minuten voor tijd lijkt er misschien toch nog wel wat mogelijk. Telstar blijft het proberen hier ook in extra tijd. Komt Matthijs wat ver uit het doel, maar ook deze treft geen doel, Aktas mist en MVV viert feest, want het gaat de play-offs in dankzij de 2-1 winst op Telstar.